Ratunku, policja, ratunku, policja, ratunku, policja, ratunku, policja. Policjant broni mnie przed oszustem, policjant broni mnie przed bandytą, policjant broni mnie przed zbrodniarzem, lecz kto broni mnie przed policjantem? Ratunku, policja, ratunku, policja, ratunku, policja, ratunku, policja. Policjant broni mnie przed złodziejem, policjant broni mnie przed mordercą, policjant broni mnie przed gangiem, lecz kto obroni mnie przed policjantem? Ik vind dat de jongens het goed doen, omdat er een woningnood is en de mensen geen plaats hebben om te slapen. Dus waarom dan niet... Het kraakpand moest weg 7 jaar geleden. En daar staat nog enkel bagger staat er in de ding. De jongens moesten eruit. Ik ben Krakertje uit Utrecht. Nou, we hebben vandaag een demonstratie gehouden hier in Den Haag. Ja, voor het kraken natuurlijk. We zijn langs een aantal plekken geweest die gekraakt zijn geweest. Onder andere het blauwe aanslagterrein dat 7 jaar geleden ontruimd en gesloopt is. Nu nog steeds braak ligt. En de illusie die is vorig jaar ontruimd. En daar is nu is het gesloopt. Nou, we staan nu weer op het Kerkplein, waar we ook begonnen zijn vanmiddag. Ik vind het gezellig geweest. Het was... Ja, best druk op zich. Ik geloof iets van 300 mensen geweest. En ja, erg strijdbaar. Heel veel energie zat erin bij mensen. Mensen zijn natuurlijk oprecht erg boos met de nieuwe wet. En ja, hebben toch wel een duidelijk signaal laten gaan. Laten zien dat ze zich niet door die nieuwe wet laten afschrikken. Of dat dat het einde van het kraken betekent. Tot nu toe voor zover ik het nog... Vier pandjes wat ze ontruimd hebben op basis van de nieuwe wet. En dat is in verhouding tot een paar duizend kraakpanden die er zijn in Nederland natuurlijk niet echt veel. En er lijken maar op weinig plekken dat de politie ook echt actief die nieuwe wet aan het handhaven is. Dus mensen zitten nog steeds rustig op hun plekje. En er zijn ook alweer een paar nieuwe pandjes opengeschopt. Ja, het gaat allemaal wel goed. Bereiken is natuurlijk niet alleen wat we willen bereiken met deze demonstratie. Maar dat is het oplossen van de woningnood en het tegengaan van de leegstand. En ja, zolang als dat niet gebeurt, zolang als er duizenden mensen op zoek zijn naar een woning en of studenten naar een kamer en zolang als er miljoenen vierkante meter kantoor en bedrijfsruimte leeg staat, ja, blijft kraken gewoon noodzakelijk. En ja, het is nu officieel natuurlijk aan de overheid om de leegstand op te lossen, hè? Want kraken mag niet meer. Maar ik zie ook nog heel weinig overheidsinstellingen daadwerkelijk iets doen aan de leegstand. En zolang als dat niet gebeurt, vind ik dat het gewoon nog steeds mogelijk is, noodzakelijk is en gerechtvaardigd is om door te blijven kraken. Helemaal niet, dat is toch geen criminaliteit? Aha. Ze mogen toch best in een huisje wonen? Aha. Ja, ze hebben wel recht op hun huis. Ja, en trouwens als het gebouw toch al niet gebruikt wordt, waarom mogen zij er dan niet in zitten? Kraken gaat door! En dat deze wet erdoor is, is het einde van de rechtsstaat. Een sprekend bewijs dat met geld niks in de weg staat. Politiek moraal is bankroet. Laat de oren hangen naar het vastgoed. Goed idee, ja, dan gaat het vastgoed. Want die lui hebben het goed in de gaten. Of kogelgaten, check de Amsterdamse straten. En oh, klonk een gangster, maar yo, dat mag nou wel. Want omdat ik wil wonen, kan ik naar de cel. Ik kan niet wachten op de woningbouw. Dat duurt jaren. Ontdaan van het sociale gaat het op geld vergaren. Kraken zelf kun je natuurlijk niet echt als een oplossing zien. Het is wel voor een individuele oplossing, maar geen structurele oplossing. Wat je wel met kraken doet, is het absoluut eigendomsrecht ter discussie stellen. En dat eigendomsrecht, dat is natuurlijk uiteindelijk de oorzaak van de leegstand, de woningnood. Het is nog steeds zo dat mensen ja, veel geld kunnen verdienen door eigenlijk te parasiteren op de woningnood.
panden leeg laten staan, speculeren. Woningbouwcorporaties die hele wijken slopen om de dure koopwoningen neer te zetten. Nou, dat is allemaal een gevolg van het eigendomsrecht. En dat eigendomsrecht, dat moet gewoon ter discussie gesteld worden. En het wonen is gewoon veel belangrijker dan het eigendom. Ik vind als het toch leeg staat, ja toch? Ik bedoel, leef je uit. Go for it. Kraken gaat door. Morgen is er een demonstratie in Amsterdam om 6:00 bij de Schijnheilig tegen ontruimingsronde die dinsdag gaat plaatsvinden. Op indymedia.nl kan je meer informatie over vinden en hou deze website ook goed in de gaten voor ontruimingen die op handen zijn. Ze kunnen er snel mogelijk op reageren en actie ondernemen. En nood breekt wet. Kraken gaat door. Tot de volgende keer. Uit solidariteit met mensen die gekraakt zijn. En om het feit dat de woningbouw, of het woonsysteem gewoon een kloot is. Te weinig woningen die betaalbaar zijn. Heel veel leegstaande kantoorgebouwen. Wordt veel geld gestopt in hypotheken en in de bouw van kantoren, maar niet in sociale woningbouw. Toevallig stond in de Volkskrant vandaag, tot vrijdag, een artikeltje wat gaat over Amsterdam. De Amsterdamse burgemeester die heeft gezegd dat ze dus heel veel panden gaan ontruimen. En toen werd er gevraagd door een gemeenteraadslid van, ja, maar ontruimt u nou voor leegstand? Nee, want de krakers gaan eruit, maar kraakwachten gaan voor in de plaats terug. Dus om niet mensen. Maar die hebben gewoon helemaal geen huurcontract. Die hebben helemaal geen basis, geen goede, stabiele basis, gerechtelijke basis om daar te kunnen blijven wonen. Dus elk moment kunnen die eruit gezet worden. En er zijn altijd veel minder mensen die via de kraakwachtsystemen wonen dan gewoon krakers. Dus eigenlijk creëer je nog meer leegstand. Nee, dat is een oplossing voor speculanten. Dat ze kunnen laten leegstaan in feite. Maar mensen hebben geen huurrecht. Dus die zitten in een hele slechte situatie. Maar er is nog wat anders. Iemand zei vandaag dat bijvoorbeeld in Den Haag, Zuidwest, staan heel veel woningen leeg. Hè? Flats. Die zijn ongeveer 110.000 euro, 150.000 euro. Die worden niet verkocht. Niemand wil ze hebben. Dat is gewoon het probleem van de woningmarkt. Maar de gemeentes zouden gewoon die woningen kunnen opkopen, of als ze al van hen zijn, en dan de boel gaan verhuren. Ja, dan kunnen een paar mensen misschien wonen per flat. Ja, dan kun je dus heel veel startende woningzoekers kan je gewoon bedienen. Maar dat willen ze niet, want ze willen eigenlijk steeds meer dat de overheid terugtreedt. En dat is gewoon belachelijk. Eigenlijk zouden de gemeentes zouden gewoon veel meer hun eigen beleid daarin kunnen gaan voeren. En ook kleine winkeltjes in het maken van kleine winkeltjes in wijken, zodat het leefbaarder wordt. En andere voorzieningen ook. En dat zou gewoon moeten veranderen. Kraken is een oplossing voor mensen die weinig geld hebben. En voor het feit dat er gewoon te weinig aangeboden wordt. Maar bijvoorbeeld heel veel huurwoningen die nou aangeboden worden, zijn gewoon zo duur dat mensen die niet kunnen betalen. Krakers werken over het algemeen, of studeren of wat ook. Maar heel weinig mensen hebben nog een uitkering. Dat is echt onzin. Nou, ik vind het goed dat zoveel mensen zijn gekomen om te demonstreren. En ik wil ook even zeggen dat er nu dus de politie redelijk rustig gebleven. Maar bijvoorbeeld op 1 oktober, 2 oktober in Amsterdam en Utrecht, Nijmegen. Toen heeft de politie echt de boel geprovoceerd. Mensen waren niet opstandig, hadden geen zin om rellen te schoppen. Maar de politie heeft de boel geprovoceerd. Er zijn rellen ontstaan. Mensen zijn in elkaar geslagen door politiepaarden overlopen, zeg maar, bijvoorbeeld in Amsterdam. En dat is gewoon waanzinnig, weet je. Dat geeft ook een beeld gelijk naar buiten toe. Via de media, dat krakers, waar krakers zijn, rellen ontstaan. Hè? Dat is gewoon onzin.